Ja, ik heb hier tegenover mij een hele fanatieke turnster zitten. Als het goed is spreek ik hier met Maaike Broeren. Ja, dat klopt. En ja, hoe is het bij jou allemaal begonnen? Want jij doet al een aantal jaar turnen, denk ik. Ja, ik ben op mijn 6e, denk ik, bij Attila begonnen. En je kom je eerst in de recreantengroep uit en dan zien ze talent in je. En dan stroom je zo langzaam door naar de selectie. En toen heb ik heel lang in de 4e en 5e divisie geturnd. En op dit moment turn ik dan in de 2e divisie. En hoe zit dat dan precies met die divisies en zo? Zijn dat echt niveaus in die sport? Ja, het hoogste niveau is dan eredivisie. En dan gaat het van eerste, tweede, derde tot 6e divisie. En ja, je stapt elke keer een stapje hoger als je het goed doet op wedstrijden. Ja, precies. En jij zit nu in de 2e divisie, als ik het goed heb. Ja. En hoe zit dat verschil daartussen? Wat merk je dan, het verschil tussen de 3e en de 2e? Je hebt verschillende eisen waar je aan je moet voldoen. Dus je moet bepaalde onderdelen kunnen en daar krijg je dan extra punten voor. En er wordt gelet op netheid en de moeilijkheidsgraad van wat voor onderdelen je doet. En wat is jouw favoriete onderdeel eigenlijk? De balk vind ik echt een leuk onderdeel. Maar ja, laatst tijd brug ook wel echt. En hoe komt dat? Dat ligt jou gewoon meer? Of, Ja, het ligt mij wel meer. En ik kan wel op balk goed balans en de spanning houden. Dus vind ik leuk. En nu zit je niet meer in Houten volgens mij? Of tenminste? Nee, ik ben afgelopen jaar overgestapt naar Utrecht, naar Turn for You. Mm-hmm. En daar hebben ze vooral een betere zaal. Ik heb echt super erg naar mijn zin daar. Ja, wat is daar anders dan hier in Houten? Of? Alle toestellen staan daar op een vaste plek. En je hebt ook een blokkenbak waar je in kan vallen. Dus heb je meer mogelijkheden om moeilijkere onderdelen te oefenen. Mm-hmm. En bij Attila ruimden we alle onderdelen elke keer opnieuw op en zo. Het is echt steeds weer opnieuw eigenlijk opbouwen. Ja, ja. Dus dan was het, hier heb je gewoon meer mogelijkheden om wat moeilijke onderdelen te kunnen turnen. En hoeveel uur in de week ben je daar te vinden? Nu bij Turn for You 12 uur in de week. 12 uur in de week, jeetje. Ja. En hoe doe je dat dan combineren? Want doe je werk of studie hiernaast nog? Ja, ik studeer bewegingswetenschappen aan de VU. En dat gaat ook gewoon nog hartstikke goed daarnaast. En het is goed te combineren. En hoe vaak heb je dan een wedstrijd? Is dat maandelijks? Dat verschilt. Ik heb nu 2 wedstrijden achter de rug. Maar in het turnen heb je niet zoveel wedstrijden als bijvoorbeeld een teamsport of zo. Dus je hebt 5 wedstrijden in een jaar ongeveer. Ja, dat verschilt natuurlijk, die periodes ertussen. Oké, volgens mij heb je het afgelopen jaar redelijk goed gedaan. Nou, redelijk, heel goed gedaan. Een Nederlands kampioen op de balk in de 3e divisie. Ja. Hoe ging die aanloop daar naartoe? Je hebt eerst kwalificatiewedstrijden. Dus toen heb ik mij de eerste wedstrijd had ik me als eerste geplaatst voor de halve finale van het NK. En dan kwalificeer je met alle toestellen. Dus je doet eigenlijk een meerkamp. Vervolgens op die halve finale NK turn je weer een meerkamp. En als je dan op een bepaald toestel ook nog eens de beste was, kon je ook voor een toestelfinale kwalificeren. Dus toen had ik een goede balkoefening gedraaid. En dan kon ik op die balkfinale ook mijn oefening laten zien. En het ging hartstikke goed. Dus, ja, hoe is dat dan met die concurrentie? Is dat lastig? Of, iedereen is natuurlijk supergoed die daar uiteindelijk staat. Dus je kijkt gewoon een beetje van wat voor onderdelen doet hij, hoe netjes het gaat. Ja, het blijft natuurlijk jurysport, ja. Dus het is hopen dat het allemaal goed gaat. Alright, nou ik denk dat we even tussendoor een plaatje erin gaan gooien. En dan praat ik straks met jou verder over wat er gaat komen 4 februari. Oké. Maaike. Yes, ja, nou, we hebben het net al even over jou gehad, hè? Wie je bent, wat je doet en hoe en de training. Maar we gaan het nu misschien even hebben over het sportgala 4 februari. Ben je er zelf ook bij? Jazeker. Ja? En hoe kijk je naar die avond? Je hebt denk ik al kennis gemaakt met de concurrentie? Ja, met de 2 andere sporters heb ik al een keer ontmoet bij het filmen voor het halen. Oké, en hoe voel je dat? Het zijn natuurlijk leuk. Hele andere sporten, maar... Ja, nee, het is leuk om met meerdere sporters heb je altijd gelijk een onderwerp waar je over kan beginnen met praten. Dus ja, het is gewoon gezellig. Ja, precies. En hoe schat je je kansen in die avond? Of is dat, het is heel moeilijk te vergelijken natuurlijk. Dus dat is wel lastig, maar ze hebben super goede prestaties geleverd. Dus ik vind het al hartstikke leuk om hier aan mee te mogen doen en dit mee te maken. Dus zie wel wat er gaat gebeuren. Ja, we hoorden net Michiel ook al even praten over het filmpje dat jullie hebben gemaakt. Want wat is dat precies?
Ja, we hebben als je vooraf komt oplopen, zeg maar, hebben ze een filmpje ter introductie. Dus dan hebben we dat opgenomen. Oké, dat is ook gewoon wie jullie zijn, wat jullie doen. Eigenlijk een korte introductie. Ja. Oké, nou, ik ben benieuwd. En volgens mij de rest hier in de studio ook. Dus ja, ik heb er zin in. Ja, nou, gelukkig. Ja, we gaan hopen op het beste natuurlijk die avond. En nou, ik denk dat ze dan ook weer jou weer spreken en weer zien. Ja, leuk. Dus tot dan. Tot dan, ja.